Jij moet rusten, hè. We gaan weg. We zijn weg. Zeg, heel erg bedankt dat we ons wou ontvangen. Echt waar. We vonden dat onwaarschijnlijk fantastisch. Jullie gaan ook mee met ons. We gaan hem echt laten slapen. Hé? Kom. We gaan allemaal naar buiten. We gaan daar nog wat napraten anders. Hé? Zeg, sterkte, jong. En Evi en Evelien die zitten bij ons, gelukkig, en met rode blosjes. Maar jullie waren helemaal stilgevallen met die jongens te zien, zo helemaal bloot tot hier, Arthur. En jij was er dus niet, hè? Ja, ik was er wel in, maar jij ging bloemen kopen. Hè? En ik vind dat natuurlijk verloren geld, dus zeg, dat kost veel te veel. Ja, en ik heb hier... thuis in mijn hof heb ik veel bloemen staan. Hè? Ik was aan een grote struik gaan uithalen. En ik was een beetje later binnen ook geweest, na u. Oh ja, dat wil ik wel eens zien. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Ja. Goedendag, ja. In de deelneming met, gefeliciteerd, beterschappen, ja. Voilà. Ik had gewet met ingevoerd dat ik met de grootste bloemenkee ging afkomen. Ja, dat is veel groter dan die andere bloemenkee. Dat trekt, oei, dat trekt erop niet veel. Dat is goed. Ja, oké. Okay. Maar ik zal onmiddellijk beginnen met het dikte interview over uw carrière. Hoe is uw carrière begonnen bij Take That? Hoe is uw carrière begonnen bij Take That? Wie is dat? Die ken ik niet. Hoe, die ken ik niet? Jij bent toch de zanger van Take That? Er zijn kinderen die hebben een brief geschreven. De zanger van Take That heeft een blinde darmoperatie en... Nee. Ah, jij bent goed shape. Jij denkt, wel, al die groepen die trekken op elkaar. Ik zo goed shape, plassen van alles. Ja. Dus, goed shape. Hoe is je carrière begonnen? Hè? Huh? Ik mag niks zeggen. Oeh, jij mag niks zeggen. Jij mag van je mannen niks zeggen, maar... Ik kom voor een diepte-interview. Ik mag niet praten. Ja, maar ik kom voor een diepte-interview. Je kunt toch geen interview doen zonder dat we elkaar een keer praten, hè? Nou ja, ik mag niet praten. Dat vind ik straf. Ik mag niet praten. En hoe lang moet je niet praten? 3 weken moet je met de pers niet praten. En met de fans, dat is straf. Ja, dan. Is Ingeborg hier al geweest? Ze zijn al vertrokken. Dat is goed. En als jij met mij niet wilt praten, dan ga ik mijn bloemen terug meepakken een kerel. Dat gaat zo niet. Dat kan niet. Dat is straf, zeg. Die mannen die hebben een beetje succes. En dan willen ze met een gewone mens niet meer praten. Dat vind ik toch een beetje grof. Dat je nu een blinde darmoperatie hebt ondergaan, wil niet zeggen dat je toch niet meer kunt praten, zeker. Zeg, ik pak mijn bloemen terug mee, hoor.